Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Deze video is eigenlijk een antwoord op een vraag die gesteld werd onder een van mijn vorige video's. De vraag ging eigenlijk over van, klopt het Lindsay dat wanneer je op het pad loopt van een tweelingvlam, dat je dan eigenlijk drie soorten partners of drie soorten personen op je pad krijgt. Zijn de eerste een tweelingziel, dan een tweelingvlam en dan een tweelingstraal. Nu, dat klopt niet, maar om het natuurlijk uit te leggen waarom dat niet klopt, kon ik het wel in een berichtje of in een tekst zetten, maar het is gemakkelijker om het in een video uit te leggen. Het idee daarvan komt eigenlijk voort uit het feit dat je als ziel verandert, dus dat evolueert. En dan zou je kunnen zeggen van, ja, dat je eerst je tweelingziel tegenkomt, dat je dan weer één wordt, dat je dan je tweelingvlam tegenkomt en dat je dan later in latere fase, naarmate je nog meer verhoogd bent, energie nog meer geleerd bent, nog meer geïntegreerd hebt, dat eigenlijk je tweelingstraal tegenkomt. Dat is één manier om daarnaar te kijken, maar eigenlijk klopt dat niet. Dat is ook informatie dat ik zelf gekregen en gevraagd heb aan mijn team, om te weten van, ja, welke waarheid zit hierin? Hoe moet ik dat gaan begrijpen en koppelen aan de informatie die ik al gekregen had? Dus je weet, tweelingziel en tweelingvlam. Ik kijk zeker naar de andere video's daarover dat ik al gemaakt heb. Maar in kort, een tweelingziel is eigenlijk één ziel. Dus wanneer dat hij geboren wordt uit de grotere bron, dus een grote bol energie als het ware, is een tweelingziel gewoon één bol. En dan aan de verloop van de evolutie van die ziel, dan gaat die ziel ervoor kiezen om in twee te splitsen. En dan kan je spreken of spreek je eigenlijk over tweelingzielen. Die komen dan, naar gelang de evolutie en de lessen en de ervaringen ze willen leren, in een latere fase weer in energetische vorm samen. En dus dat kan inderdaad zijn dat je geïncarneerd bent met je tweelingziel. En dat je daarin dan inderdaad die dynamiek een beetje merkt dat je ook sowieso bij tweelingvlammen hebt. Dus het uitwisselen, vooral het afstemmen van de energieën en vooral als de vrouwelijke energie is, proberen dan in balans houden van die energie en niet constant getriggerd worden en weer uit je eigen balans gaan. Tweelingvlammen zijn in oorsprong, wanneer dat ze geboren worden uit de bron, twee verschillende bollen energie. Dus dat maakt dat een tweelingvlam in de loop van de evolutie van de ziel ook kan een tweelingziel worden. Maar een tweelingziel gaat nooit een tweelingvlam worden. Dus dat zeg ik hier anders dan een keer terug, om te horen wat ik gezegd heb. Maar dus een tweelingziel gaat nooit evolueren tot een tweelingvlam, omdat dat te maken heeft met de manier waarop ze geboren zijn uit de bron. Dus dat is al heel lang geleden. dus dat kan niet. Maar een tweelingvlam kan zich doorheen zijn eigen ontwikkeling, dus vooraleer dat hij dan weer in eenheid komt met zijn tweelingvlam, met die andere volledige eenheid, volledige bol, kan er wel voor kiezen om inderdaad ook het pad even te lopen van een tweelingziel, dus door zijn eigen energie te splitsen in twee energieën. In twee eenheden, zou ik eigenlijk beter zeggen. En een tweelingstraal, wanneer je meer weet over de universele vlammen en universele stralen, dan ga je ook weten dat de term tweelingstraal voornamelijk verwijst naar tweelingvlammen die op een specifieke straal werken. En in een uitzonderlijke omstandigheid, dat zie je wat ik nu onmiddellijk doorkreeg, in een uitzonderlijke omstandigheid zijn er ook tweelingzielen die ervoor kiezen om op een bepaalde straal te werken, dus van dienst te zijn, van service te zijn. En dat zijn eigenlijk dan de lichtwerkers die een tweelingziel zijn, maar die geen tweelingvlam zijn. En die kunnen dan, zogezegd, evolueren tot een tweelingstraal. Waarom? Omdat eigenlijk de straal voornamelijk te maken heeft met, hoe zou ik gaan zeggen, met het soort job dat je hier komt doen, met een soort energie, dus het tintje, de frequentie dat je kiest om hier in dit leven, in deze incarnatie te gaan werken. Bijvoorbeeld, ik en mijn tweeling zijn van de blauwe straal, dus van de blauwe vlam, daar veel meer verbonden. En we zijn eigenlijk via die energie hier ook geïncarneerd. Waarom? Omdat dat verbonden is met communicatie. En omdat we daar, dus met waarheden en dergelijke, daar heel veel dingen moeten rond doen. Of voor ingetekend hebben eigenlijk, als het ware. Dus dat zijn dan, dus op dat punt zijn we dan eigenlijk een tweelingstraal. Maar dat is ook mijn tweelingvlam. Ik ben als ziel zijnde, los van mijn tweelingvlam, dus los van de fysieke incarnatie op dit moment, heb ik in vorige levens ook het pad eventjes van een tweelingziel gelopen.
om ook die ervaringen te hebben, om ook het verschil te merken. En dat maakt ook dat ik dus nu ook heel makkelijk dan het verschil eigenlijk kan uitleggen. Maar dus het belangrijkste verschil tussen tweelingziel en tweelingvlam is van hoe dat ze ontstaan zijn en dus geboren zijn uit de bron. En tweelingstraal heeft eigenlijk voornamelijk te maken met het werk, met de missie, met de frequentie waarop dat ze eigenlijk van dienst willen zijn en hun werk kunnen gaan doen. Dus kan het zijn dat drie partners die verschillende personen hebben? Eigenlijk niet, want dat zou betekenen als je een tweelingvlam bent en je evolueert naar een tweelingstraal, of een tweelingziel en je evolueert naar een tweelingstraal, omdat dat te maken heeft met je verbinding, dan is dat eigenlijk omdat je eerst een soulmate gehad hebt en dan pas klaargestoomd wordt voor een tweelingvlam. Dus eigenlijk, een tweelingvlam, je kunt eigenlijk ofwel bij je tweelingvlam in deze incarnatie, ofwel bij je tweelingziel. En afhankelijk van wat je kiest om hier te doen, kun je eigenlijk dat stukje van die rol of identiteit van een tweelingstraal er ook nog bij hebben. Zo, ik hoop dat dat wat duidelijk is. Ik weet, dat is een heel lastig ding om dat te gaan begrijpen met onze mind. Maar ook daar zitten weer lessen in van zoveel mogelijk in flow en overgave te gaan en te vertrouwen dat wanneer je de dingen doet die je graag doet, dat je altijd op het pad loopt van je ziel. En dus of je nu tweelingziel of tweelingvlam of lichtwerker of tweelingstraal, wat dan ook bent, het maakt niet uit. Zolang je de dingen doet die goed voelen, dan ga je altijd op het pad lopen van je ziel. En dat is het belangrijkste. En dat is ook de grootste, belangrijkste stuk wanneer je op het pad loopt van een tweelingvlam, als je die eenheid met jouw tweelingvlam wil gaan creëren. Zo, dat was voor deze video. Heb je nog vraagjes? Zijn nog dingen onduidelijk? Zet ze gerust in de comments en dan maak ik weer zo een dergelijke korte video, zodat jullie weer verder kunnen. Alvast een fijn weekend en tot de volgende!